Hoi, vandaag ga ik jullie wat vertellen over het Variocom droogbouwsysteem. Voor het aanbrengen van dit systeem heb je naast de folie en de randstrook de platen, de slangen en de vulmassa nodig. Wil je het warmteverlies beperken naar beneden, dan kan je gebruik maken van een XPS-plaat. Die zijn verkrijgbaar in 10, 20 of 30 mm. Daarnaast hebben we nog 5 mm houtvezelplaat. Deze is geschikt voor extra geluidsreductie. De Variocom-vloer is slechts 20 mm hoog. Deze is snel, eenvoudig en schoon te installeren. De volgefreesde plaat wordt los en in halfcentsverband op de vloer gelegd. Een ander voordeel is dat je zowel slakkenhuis als meanderpatroon kan toepassen. Na het leggen van de leidingen vul je de platen af met speciale vulmassa. Deze papachtige substantie op basis van anhydriet maakt er een egale plaat van. Let op, dit is geen egeline. De vulmassa zorgt ervoor dat de gehele vloer gelijkmatig en optimaal warm wordt. Dus niet alleen bij de buis. De vulmassa is binnen afzienbare tijd beloopbaar en vaak binnen 24 uur uitgaat. Hierdoor kan je dus snel weer verder. Tegels en laminaat kan je rechtstreeks verlijmen. Bij PVC-stroken of een PU-gietvloer heb je eerst een egalisatielaag nodig. Let op, volg altijd ons egalisatieadvies en vraag bij de parketeur na of de eindvloer geschikt is. Variocom weegt slechts 25 kilo per vierkante meter. Hierdoor kan je hem toepassen op iedere ondervloer, zelfs op een houten vloerconstructie. De afgifte per vierkante meter is zeer hoog. Hierdoor is Variocom erg geschikt als hoofdverwarming. Doordat de leiding weinig dekking heeft, is de vloer snel warm. Ook koelt de vloer weer snel af, ideaal bij zon en vloed. We willen je graag ontzorgen. We geven je bijvoorbeeld technisch advies, kunnen exact berekenen wat je nodig hebt of maken werktekeningen voor je. Op deze tekening zie je dus de groepindeling, de groeplengtes. En op de berekening kan je vervolgens de flow en het drukverlies zien. Heb je als installateur vragen, neem dan contact met ons op. En vergeet niet onze andere video's te bekijken.